Heb jij het altijd te druk en is de week alweer voorbij en had je veel meer willen doen, dan is het tijd voor een klein stukje time management. Dan kun je hele dikke boeken gaan lezen, maar je kan ook deze video kijken waarin ik je zes tips geef die jou gegarandeerd tijd gaan opleveren. Welkom bij CVD-TV. Leuk dat je kijkt naar deze video. Mijn naam is Ronnie Overgoor van 7D TV. En zoals ik zei, in deze video een zestal tips die jou gegarandeerd tijd gaan besparen. En laten we beginnen met de eerste die ik ooit zelf leerde op een time management cursus, die ik wel eens gevolgd heb een tijdje geleden alweer. En dat is, ik noem hem even de waarom methode. Nou, je herkent het vast wel, er komt heel veel werk op jou af, waar je niet om gevraagd hebt. En dat de mensen die je mailen of die je bellen en die moeten iets van je. Kortom, er komt altijd werk op je af. Stel je, jezelf dan vier keer de waarom-vraag en dat levert je heel veel tijd op. Ik leg het je uit. Om te beginnen stel je de vraag waarom? Dus er komt werk op jou af en je stelt jezelf de vraag waarom? En als je die vraag niet kan beantwoorden, dan kun je het meteen weer weggooien. Want dan hoef je er niks mee te doen. Als er geen logische reden is waarom je iets met dat, die taak of met dat werk moet doen, dus als je de waarom-vraag niet kan beantwoorden, moet je het niet doen. De tweede vraag die je zelf kan stellen is, waarom nu? Is het Urgent, kom daar zo meteen nog op terug. Maar als, die waarom, als, als jij op de vraag waarom nu geen antwoord hebt. dan hoef je dit in ieder geval niet nu te doen. Dus dan kun je het opzij schrijven. De derde waarom-vraag is: waarom zo? He, dus iemand die zegt tegen jou: Ik wil dat je dit op deze en deze en deze manier gaat doen. Dan kun je je afvragen, oké, okay, ik snap dat ik een bepaalde taak moet doen, maar moet die per se op die manier? Of kan die misschien wel op een andere manier uitgevoerd worden? Dus de waarom-zo-vraag, waarom moet die zo gedaan worden? En de laatste waarom-vraag is, waarom ik? En als je die niet kan beantwoorden, ook dan heb je een taak die je ergens anders naartoe kan schuiven, want dan hoort die niet op jouw bordje. Dus waarom, waarom nu, waarom zo? En waarom ik? Stel jezelf die vier waarom vragen bij elke nieuwe taak die jouw kant op komt. En ik denk dat je al heel wat taken... Opzij kan schuiven. Tijd bespaard. We gaan door naar de volgende tip. En die heeft daar een klein beetje mee te maken. Die ligt eigenlijk een beetje in het verlengde. Maar dit is een officiële die veel gebruikt wordt bij organisaties. Dat is de zogenaamde prioriteitenmatrix. En het schijnt dat de oud-president Eisenhower daar zo'n beetje de grondlegger van is. In ieder geval, zo wordt die vaak genoemd de prioriteitenmatrix van Eisenhower. Nou, hoe werkt die? Dat is in feite een matrix die een onderscheid maakt tussen urgent en belangrijk. Want dat is namelijk niet hetzelfde. Iets kan heel erg urgent zijn. Maar niet belangrijk. Maar iets kan, wel, kan, iets kan ook heel belangrijk zijn, maar niet zo urgent. Nou, dat kun je in een matrix verdelen. Dus een matrix met één lijn: niet urgent, urgent. En in een andere lijn: uh, niet belangrijk en belangrijk. Dan zijn er vier opties. Eén, het is urgent en het is belangrijk. Nou, dan moet je het meteen doen. Um, je huis staat in de fik. Dan moet je meteen zorgen dat je iedereen die er nog in zit naar buiten brengt. Dat iedereen veilig is. En als je dan nog tijd over hebt, misschien de waardevolle spullen nog uit het huis, huis halen. Dat is en urgent en belangrijk. Als iets belangrijk is, maar niet urgent, dan kun je het plannen. Dan hoef je het niet te plannen. Nu te doen. Denk bijvoorbeeld aan: uh, ik wil mijn zakelijk netwerk uitbouwen. Vind ik belangrijk om te groeien als ondernemer. Of ik wil misschien een opleiding gaan volgen om me beter te gaan trainen op een bepaald vakgebied. Er zijn belangrijke zaken die voor jou als ondernemer groei kunnen betekenen, bijvoorbeeld, maar die zijn niet urgent. Dat is de tweede. Dan heb je de derde, en daar worden we vaak door overvallen. Dat is urgent en niet belangrijk. Uh, iemand die mailt jou, wil je nu meteen antwoorden? Want het uh, is belangrijk, belangrijk, belangrijk. Ja, uh, voor jou misschien, maar voor mij misschien wel niet. Dus als jij activiteit hebt die je kan plaatsen in urgent, dus ze zijn op een of andere manier urgent, maar voor jou niet belangrijk, dan kun je er een paar dingen mee doen. Je kan het delegeren aan iemand anders, uh, je kan het uh, op het bordje teruggooien waar het vandaan komt. Dat betekent ook een stukje assertiviteit van jouw kant. Nee kunnen zeggen, dat is vaak bij dit soort taken van belang. Of als laatste, uh, je kan het automatiseren. He, dus dat zijn vaak als er heel veel mailtjes binnenkomen, die kun je op een bepaalde manier. Je kan, ik maak daar zelf ook gebruik van: dat je gewoon een smart folders aanmaakt. Dat je even nou mailtjes die van die en die afkomen, die laat ik automatisch even niet in mijn inbox terechtkomen, maar in een ander mapje terechtkomen, zodat ik daar later naar kan kijken, zodat ze wat minder urgent worden. Dus je kan dat automatiseren. Dus dat is de derde matrix. Urgent, maar voor jou niet belangrijk. En de laatste in de matrix is uh, niet urgent en niet belangrijk. En vergis je niet, dan, die moet je dus niet doen. Maar vergis je niet hoeveel wij dat doen. Hè. En de bekendste kennen we denk ik allemaal. Uh, ik las ergens die noemde, iemand die noemde het cyber slenteren. Nou, oftewel uh, zinloos social media scrollen. Dat zit dus in die categorieën. Niet urgent en niet belangrijk. Dus zorg dat je daar heel kritisch naar kijkt. En dat je zorgt dat dat vierde gedeelte van die matrix met niet urgente en niet belangrijke zaken, dat je die zo compact mogelijk houdt. Dus dat is de prioriteitenmatrix van president Eisenhower. De derde tip, en die heeft niet zozeer met time management te maken als wel met effectiever werken. Maar goed, als je effectiever werkt, dan spaar je natuurlijk ook tijd uit. En dat is de zogenaamde uh, Pomodoro-techniek. En Pomodoro is Italiaans volgens mij voor tomaat. En hij komt ook omdat degene die daar ooit achter kwam, was een Italiaan blijkbaar. En het heeft te maken met een eierwekkertje wat je nodig hebt. En hij gebruikte daar een eierwekkertje voor. En die had de vorm van een tomaat. En daardoor heet het de uh, Pomodoro-techniek. Nou, enorm boeiend, doet er verder niet toe. Maar wat houdt die techniek in? Die houdt eigenlijk in dat je wat Structureerder werkt. De Pomodoro-techniek die houdt in, dat is dan het model. Die zegt, pak een taak, ga daar 25 minuten aan werken. Dus zet een klokje ook. Daar heb je, je hebt er ook tools voor. Als je op Pomodoro-techniek zoekt, dan heb je daar weer appjes voor en zo die je daarbij helpen. Maar de essentie is eindelijk een eierwekker. Je gaat 25 minuten werken. Daarna neem je 5 minuten pauze. bak bakje koffie, even naar de play, een glas water drinken, even naar buiten en weer terug. En je, je herhaalt dat drie keer. He, dus in totaal werk je dan twee uur achter elkaar, 25 minuten, 5 minuten pauze. En dat doe je vier keer achter elkaar. En daarna neem je een langere pauze. Het schijnt dat als je dat doet, dat je dan op een effectievere manier meer output regelt in minder tijd. Het is geen wet van mede en persen wat mij betreft om die 25 en 5 minuten per se aan te houden. Wat denk ik wel werkt, is dat je heel bewust omgaat met werken en pauzes nemen. Dus dat je voor jezelf een plannings Plan hebt op een dag. Dus dat je niet als een dollar weer achter je computer gaat zitten, of weet ik veel wat gaat doen. En voor je tweede dag weer voorbij. Maar dat je bij jezelf zegt: oké, okay, vanochtend ga ik besteden daaraan. Dus ga ik eerst een half uur dit doen. Dan even een korte pauze. Dan ga ik een 25 minuten dat doen. Dus zorg dat je je letterlijk je time managed en op die manier ja, gestructureerder werkt en veel meer output levert in minder tijd. En dus daarmee heel veel tijd uitspaart. Dat is de derde tip die ik je wil geven. De vierde, en ik zie het zo vaak om me heen, zowel ZZP'ers als ondernemers, en die zie ik dan achter een computer zitten en denk ik: gast! Neem een cursus of zo, weet je wel. Nou, typen lukt nog net, uh, maar als ze een formulier moeten invullen... dan hebben ze nog niet eens in de gaten dat je met behulp van een taptoets... dat de cursor automatisch van het ene veld naar het andere jumpt... zodat je nogal snel een formulier in kan vullen... zonder dat je überhaupt je muis hoeft te gebruiken. Nou, zo zijn er duizend en één dingetjes die zoveel tijd kunnen uitsparen. Dus ga een middagje googlen en zoek tips voor gebruik Mac... of tips voor gebruik Windows of waar je dan ook op werkt... En jongens, pak vijf, zes, zeven tips mee en je zal zien, joh, maar dit is makkelijk en dit werkt te gek en dit, dit levert jou zo enorm veel tijd op. Dus zorg dat je een beetje computer-savvy wordt als je het nog niet bent en je denkt, van, hm, ik loop inderdaad ook nog wel een beetje te rommel op die laptop. Spendeer wat tijd in het zoeken naar filmpjes en gebruik daar de tips uit en je zal zien, je gaat veel sneller werken en dat levert je enorm veel tijd op. Nog twee tips die ik met je wil delen. En um, De eerste is de 80-20 regel. Het blijkt in de praktijk, en misschien ook wel herkenbaar voor jou, voor mij was dat in ieder geval zo, dat vaak is het zo dat je um, 20% van de tijd gebruikt in, met activiteiten die 80% van het resultaat opleveren. En andersom. He, dus je bent 80% van de tijd, ben jij bezig met dingen die 20% van het resultaat wat je wil bereiken opleveren. Mijn opdracht aan jou is... probeer die nou eens te definiëren. Die 20% en die 80%. Oftewel, wat zijn nou je gouden uren? Wat, wat is die 20% van jouw werk... die echt zorgen voor het merendeel... voor het grootste gedeelte van jouw output... van jouw resultaat wat je wil bereiken. En kijk dan naar die 80%. En dat, dat is dus ruis. En zorg dat je dat nou eens definieert. Die 20% en die 80%. En kijk dan kritisch... Naar die 80% en kijk wat je daarvan kan elimineren, kan weggooien, op een andere manier kan doen, kan delegeren, whatever, zodat je effectiever met je tijd omgaat. Dus hou gewoon eens voor een week lang bij wat je nou precies doet. Doe dat één week. Wat voor activiteiten doe ik nu? En kijk dan eens waar die 20-80 regeling voor jou op gaat. En probeer dan te zorgen dat je die 80%, die eigenlijk maar heel weinig effectief is, op een andere manier gaat inrichten. En de laatste tip die ik met je wil delen, is schrijf taken op. Uh, ik weet niet of je het van jezelf kent, maar ik zit nogal vol met ideeën. En jij misschien ook wel. En, uh, of, en ook met taken. Of ook oh, moet dit nog doen, ik moet dat nog doen. Oh, dan moet ik die nog bellen. Zolang je het niet opschrijft, blijft dat hier malen. Dus het feit dat je Pietje moet bellen, dat denk je dan misschien wel tien keer. Terwijl als je het één keer opschrijft, dan weet je dat je Pietje nog moet bellen. Dan staat het op een papiertje en dan kun je het afvinken. En dat afvinken, dat werkt ook super effectief. Dus ik probeer zoveel mogelijk als ik een dag thuiswerk of achter mijn computer zit, dat is niet elke dag, want ik sta veel op podia... en ben ik onderweg. Maar als ik echt lekker een, thuis, een dag thuis wil werken achter mijn computer, dan maak ik een takenlijstje en daar, schu daar schuif ik die punten in die ik al verzameld heb. En ik zeg van, oké, okay, vandaag zijn dit mijn taken en die vink ik dan lekker af. Nou, één, je bent gestructureerder aan het werk. Eén, dus één, je gaat niet zestien keer nadenken over dezelfde onderwerpen, want je schrijft ze op. Twee, je hebt een duidelijk takenlijstje zodat je planmatig te werk gaat op zo'n werkdag. En ten derde, niks te lekker dan taakjes die je gedaan hebt afvinken, doorkrassen en op het einde van de dag zeggen: "Yes, ik heb lekker effectief gewerkt." Nou, dit waren mijn zes tips zo snel mogelijk voor jou op een rijtje gezet, want ook deze video die moet jou wel tijd opleveren en niet tijd kosten. Dus ik brei er snel een einde aan. Ik hoop dat deze tips je verder helpen en je kan me nog op één manier helpen als je dit soort video's nou leuk vindt en je vindt ondernemerschap leuk en je wil meer ondernemers zien die geïnterviewd worden door mij abonneer je dan hieronder en je mist helemaal niks meer. Voor nu, dankjewel voor het kijken. Hoi.